What's up, people of the good life? Leuk je weer kijken naar een nieuwe video. En zoals je ziet in de titel, is dat tevens de laatste video voor Just Little Channel. Want ja, ik heb ervoor gekozen om te gaan stoppen met Just Little Channel. Ja, we hebben toch wel leuke video's gemaakt. Vlogs en vlogs onder andere. De challenges, food video's, wat ik zelf het leukst vond om te doen. En andere Just Little Moments. Maar helaas, zoals ze wel eens zeggen, aan alles komt een eind. En ja, ik heb er dus voor gekozen om te gaan stoppen met Just a Little Channel. En waarom ik wil, en de reden daarvan is... Omdat ik mijn channelnaam ga aanpassen naar Isaac Andy. Ja. Het heeft even geduurd. Je dacht toch niet zo snel dat jullie van me af waren? Nee. Ik blijf gewoon YouTube filmpjes maken. Gewoon mijn ding doen, wat ik leuk vind te doen. Maar... Dat doen we vanaf nu onder Isaac Andy. Of Isaac Andy, hoe je het wilt noemen. Ik had het al eerder over gehad, een heel lange tijd geleden, dat ik het wilde aanpassen. Maar het kwam er niet van. En nu is toch echt de tijd om die stap te nemen. We zeggen doei tegen Just a Little Channel. Ook al heeft de naam grote betekenis voor mij, zoals jullie weten, zijn het initialen van mijn moeder. J-A-L, Just a Little. Dus ik heb er heel erg goed over nagedacht. Maar ik vond dat het wel tijd was voor verandering. Omdat er zijn meerdere Just a Little Channels. Dus zo uniek is dat niet. En Isaac Andy, ja, dat ben ik. Dus ja, ik vond het wel goed. Maar dat is dus de reden. Dus nee, ik ga niet stoppen. Helemaal niet. En natuurlijk een shout-out voor mijn vaste kijkers. Echt een shout-out naar mijn vaste kijkers die altijd mijn video's bekijken. Echt een dikke shout-out aan jullie. Echt uit grond van mijn hart. Ik waardeer het echt dat jullie kijken. Want ja, ik doe natuurlijk niet per se dat ik echt views wil pakken. Tuurlijk is het mooi meegenomen als een video viral gaat of dat soort dingen natuurlijk. Maar hey, het gaat om dat ik het leuk vind om te doen. En het vastleggen vind ik natuurlijk het allermooiste. Dat ik gewoon later kan terugkijken wat ik allemaal heb gedaan in mijn vrije dagen. En bij de vlogs, de challenges en de uitdagingen. En natuurlijk de taste video's, onder andere met Arman en met alle andere mensen. Ja, ik vind het dope om te doen, dus ik blijf het ook gewoon lekker doen. Maar dan onder Isaac Andy. Dus, maar ja, ik ben nu lekker aan het buiten in het park. Het is mooi weer, het zonnetje schijnt. En ik dacht van, laat me eventjes de message gewoon buiten geven. Ik begon binnen, zoals je zag. Maar ik dacht van, nou ja, het is te mooi weer, man. Ik keek naar buiten, ik zeg, let's go outside. Dus, wat hebben we gedaan tussentijd? We hebben eventjes een nieuw banner gemaakt. Althans, mijn zusje heeft een nieuw banner voor me gemaakt. En die heeft foto's gebruikt die Verdi heeft gemaakt. Dus Verdi heeft de foto's gemaakt. En mijn zusje de banner. En die zie je nu als goed is even in beeld. Anders moet je even mijn Insta-story checken. En we hebben een nieuw intro gemaakt. De beat is gemaakt door Verdi, a.k.a. Gigslow. En ja, het is een banger. Althans, ik vind hem dope. Ik heb zelf ook een beetje aan meegewerkt. Klein stukje er ook in gezongen. Dus terwijl ik hier even ga wandelen, mogen jullie eventjes naar een korte intro kijken. Kleine teaser van hoe de intro is. De beelden zeg maar, van de intro is niet, nog niet de vaste beeld die ik wil gaan gebruiken. Maar die komen nog. Dan wil ik nog eventjes wat voor shooten. Van Maat Gixel ook nog, en mijn zusje ook nog een leuk idee wat we daarmee kunnen doen. Dus dat gaan we binnenkort even, ook op, even opnemen. Een leuk introotje maken. Maar hier is alvast de beat. En ik heb wat beelden erbij gepakt van de afgelopen jaren die we hebben gedaan met Just a Little Channel. Om het af te sluiten. Echt niet ervan. Ondertussen ga ik eventjes wandelen. Zie ik die zo weer. En dat was de beat. En, wat vonden jullie daarvan?
Ik vind zelf dat het wel echt een hele dope beat is geworden. Maar daarvoor gaan we nog eventjes een leuk introotje maken. Met Ferdy en Daisy. Dus dat komt helemaal goed. En zo ziet ben ik alweer thuis. En meteen gaan we de video ook afsluiten. Wij gaan gewoon verder met de adventures. De video's, de vlogs. Tussen de moments, challenges. Wat er ook gaat komen. Binnenkort komen er heel veel leuke video's online. Dus stay tuned. Abonneer even op mijn kanaal, Isa Gandhi. Voor het eerst. En dan bij deze wens ik allemaal nog een fijne dag, een fijne middag, een fijne avond wanneer jullie zo kijken. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Later.